Ahbo Live werkt heel eenvoudig. Je gaat naar de App Store van je iPhone. En in de App Store, daar tik je in zeg maar, waar je wil wandelen. Nou, in dit geval de Veluwe, zoals u erboven ziet. Dan komen er twee apps tevoorschijn. Nou, de onderste bijvoorbeeld. Dat is een route in op de Veluwe. Het mooiste van Nederland heet de app. Hier ziet u een omschrijving van de app. Met de inhoud van de app, dus waar de routes lopen. Nou, daar ziet u ook zeg maar, dat er op de Veluwe in Heerde een route van 13 kilometer loopt. Nou, stel u zegt van nou, dat is de app die ik wil hebben. Dan drukt u op het bedrag 3,99 en met koop nu kunt u de route kopen. Nadat de app geladen is op je telefoon, kun je hem starten. Dan kom je in eerste instantie in het menu terecht. Dan kun je vind een route aanklikken. En bij vind een route zie je alle routes die op deze app, die op deze app staan. We wilden graag de route op de Veluwe gaan doen. Nou, dat is route nummer 3. Grote namen, grote daden in Heerde. Die kun je aandrukken. Dan zie je hier omschrijving van de route, de lengte, begin- en eindpunt, omschrijving, horecatips onderweg en nog een tip onderaan. Verder zie je de foto's die in de bezienswaardigheden zitten. Daar kun je alvast een keer doorheen lopen. Dan zie je ook al een beetje wat je onderweg gaat meemaken. Nou, wanneer je de route wilt gaan doen, dan druk je op start de route. Dan gaat het kaartmateriaal wordt ingeladen. En dan zie je ook direct in het scherm dat ik op dit moment niet in de omgeving ben van de route. Dus hij zegt ook ga naar het startpunt van de route. Een overzicht van de route krijg je wel. Om nu toch de route te laten zien, kan ik hem simuleren. En dat doe ik in instellingen. Dan druk ik het vakje routesimulatie aan. En als ik nu terug ga naar de route, dan zult u zien dat die gesimuleerd wordt. Het blauwe pijltje dat... dat is de locatie waar je bent. En onder in het beeldscherm verschijnt de route navigatie. Nou, ik ga hem nu simuleren. En dan zul je zien dat hij eigenlijk na gaat doen wat er in werkelijkheid zou gebeuren. Ik kan inzoomen in de kaart. En dan ziet u alles in een groter scherm. Je kunt met Ahbo Live altijd rechtdoor fietsen of wandelen. In dit geval wandelen. 25 meter voor een routewijziging geeft hij een geluidssignaal. Of je bent dan in de buurt van een bezienswaardigheid. En de bezienswaardigheden, dat zijn de oranje symbooltjes in het beeldscherm. Nou, mocht je een bezienswaardigheid willen zien, dan druk je gewoon op het symbooltje. Dit is een bezienswaardigheid over de uitkijktoren, een oude foto daarbij, een stuk tekst. En hieronder is een verdieping. Dus het kan zijn dat sommige bezienswaardigheden nog extra informatie bevatten. Nou, in dit geval zijn dat dan de edelherten en hun hormonen. Zodra je daarop drukt, krijg je ook een... krijg je ook het geluidsfragment te horen van hoe herten burrelen. Het prettige van Ahbo Live ook tijdens het fietsen of wandelen is ook dat je volledig kunt uitzoomen. Daarmee krijg je de hele route in beeld en krijg je dus ook eigenlijk te zien wat je onderweg allemaal mee gaat maken. Of waar bijvoorbeeld horeca in de buurt is. Mensen vorken, dat zijn de horecagelegenheden. Zo zie je dus eigenlijk direct van, hey, ik kom nog een restaurant tegen onderweg of een leuke picknickplek. En op het moment dat je nou aangekomen bent bij het einde van de route, dan is het een kwestie van gewoon weer teruggaan. En hier krijgt u weer een overzicht van alle routes die hierin zitten. En u kunt het afsluiten. En zo eenvoudig werkt Ahbo Live.